Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie weer een weekje mee in de winkel. Het lijkt nog heel donker buiten, maar het is al wel 8:30. Dus ja, wat echt winter. We gaan echt die tijd weer op. Ook niet zo gek natuurlijk. Vorige week is er deze vlog online gekomen. Met allerlei leuke kerstballen. En ik ga nog een andere vlog opnemen met allerlei kerstballen. Nu waren er wit en zilver en een stralenkleurtje binnengekomen. Of binnengekomen, online gekomen. En we hebben nog goud met roze. En we hebben nog rood en we hebben nog blauw met groen. Dus heel veel keus. Dus dat ga ik ook nog opnemen. En nog een DIY pakket ga ik nog opnemen. Maar ik ga eerst beginnen met alles buiten zetten. De winkel weer volmaken. En zorgen dat het weer helemaal mooi vol zit voor een nieuwe week. En kijk dus gezellig mee. Goedemorgen, het is donderdag en ik ga heel veel boeketten en heel veel bloemwerk maken. Dus ik neem jullie gewoon weer mee. Ik ga de winkel even heel lekker vol zetten. Ik heb er zin in. Thank you.
Jullie vragen vaak naar de losse ondergronden in de webshop of ik daar een leuk stukje op wil maken. Ik heb weer een aantal dingen opgemaakt, dus die zijn los te verkrijgen in onze webshop. En daar heb ik gewoon leuke toefjes en losse bloemetjes op gedaan, dus die zal ik even laten zien. Deze dus, die zijn in onze webshop te koop. En deze ook, en dit is kaashouder Sanne. Heel leuk en die zijn echt heel mooi. Dan deze glaasjes, die zijn volgens mij ook nog enkele van in de webshop. Die gaan wel echt heel hard. Die zijn dus heel leuk als vaccineglas, maar ook om een troefje op te maken. En die kaashouder Sanne ziet er dus zo uit zonder opgemaakte dingen. En dan had ik net dan die complete. Ik heb net een hele leuke DIY opgenomen. Ik denk dat hij al online staat als jullie eens kijken, maar ja, ik weet nooit precies de planning. Maar hij is echt super leuk. Hij lijkt een beetje op de Hoorn des Overvloed van vorig jaar. Alleen dan nu vanuit een kruik. Echt heel leuk. Hele mooie warme kleuren met vetplanten. Allemaal heel sterk. Hoe gaaf. Het is ondertussen de volgende dag en ik ben bezig met het maken van het opmaken van leuke flesjes en een mooi boeket. Voor mijn broer en schoonzus, want die gaan vanmiddag trouwen. Dat is heel erg leuk, zal ik jullie even laten zien. Zij heeft heel leuk zelf deze flessen gespoten. Het zijn gewoon alle oude flessen. En dit is allemaal in het rosé. Super mooi, en vooral in combinatie met die bloemen natuurlijk. Ik ben ondertussen bezig met de winkel veranderen en plaatsen maken voor de kerst. Ik heb deze tafel helemaal leeg gemaakt. Dus daar kunnen we alweer mooie nieuwe dingen in zetten. Ik heb net hele leuke vaccinevazen. Je kan het gewoon gebruiken als bloemenvaas, maar je kunt ook een vaccine in doen. Van Riverdale uitgepakt in allerlei soorten en maten. Ik had deze gekocht omdat ik deze zelf ook heel leuk vond voor bij mij in huis straks. Omdat ik iets van kleur wil veranderen. Super mooi, een beetje terracotta kleur, dus dat blijft ook mooi. En ik denk ook dat dit echt heel mooi doorschijnen met een kaarsje. Geweldig. Ik heb dus verschillende soorten en maten. Ik laat het even zien. Goedemorgen, het is ondertussen de volgende dag en ik heb vandaag hulp van twee meisjes, want er was geen oppas. Dus die helpen me vandaag mooi in de winkel. Ik ga even wat bestellingen pakken en dan ga ik de winkel open doen, dus ik neem je vandaag weer mee. Ik denk dat je beter even een kleinere kan pakken. Want je moet hem in die pot zetten.
op zetten. Zo, dat was een drukke week. Twee halve weken. Het was misschien een beetje een vlog aan elkaar. Maar goed, ik hoop dat jullie het weer een hele leuke vlog vonden. Vond je het leuk? Even een duimpje omhoog. In de volgende vlog neem ik jullie mee in het omtoveren tot de kerstwinkel. Dus dat is natuurlijk super leuk. We gaan een lampje ophangen, de kerstbomen optuigen. Alle kerstdecoratie in de winkel zetten, wat natuurlijk super leuk is. En waar ik zelf ook heel veel zin in heb. Dus mocht je het leuk vinden, kijk dan vooral naar de volgende vlog. En nog even een huishoudelijke mededeling. Vanaf volgende week komt er in plaats van 3 video's, 2 video's in de week online. Dus eentje minder. Vanwege alle drukte. Dus dan weten jullie dat ook weer. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!